Beste kijkers en luisteraars, welkom bij een andere aflevering van ons programma Da toe. Mag ik met u bidden? Vader in de hemel, we komen weer tot u op dit moment. We danken u Heer dat u met ons bent geweest en ons gebracht heeft tot dit punt in ons leven. En vandaag, als wij uw woord bekijken, Heer, en zullen praten over het onderwerp doorgaan met u, de wetloop afleggen met u, help ons, Heer, dat wij verder met u mogen gaan. En als wij u nog niet mochten hebben aanvaard in ons leven, dat wij dat ook mogen doen, dit bidden wij in Jezus' naam. Amen. De Bijbel zegt ons in Hebreeën 12, vers 1 en 2. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Vers 2 zegt: Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloos, die voor de vreugde welke voor hem lag. Het kruis op zich genomen heeft, de schaande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde gods. Vestig uw aandacht dan op hem. Onze overdenking is getiteld We gaan door. Wij gaan door. Beste kijkers en ruiselaars, rennen, oftewel hardlopen, was een van de meest populaire Olympische Spelen. De plaats die in gereedheid werd gebracht voor de wedloop. Werd een stadium genoemd vanwege de lengte, welk een stadium was, oftewel 600 Griekse voet. Dit was ongeveer 625 Romeinse voet of 606 kwart voet in Engelse maat. Dit is gelijk aan ongeveer 200 meter. Een stadium was of vorm met een rechte muur aan één kant waar de ingangen waren, terwijl het andere eind rond was en volledig gesloten. Er waren zitplaatsen aan beide kanten van het stadion voor de toeschouwers of getuigen. Het beginpunt was bij de ingang en werd gemarkeerd door een rechthoekige pilaar of kolom. Aan het andere eind was het doel waar de scheidsrechter zat met in zijn hand de prijs. De ogen van de deelnemers aan de wedloop of wedstrijd waren op hem gericht. Het doel als ook het startpunt. Hadden beide een rechthoekige kolom, terwijl er ook in het midden één was. Het doel is de prijs. De mensen die tegen elkaar streden, hadden door de meest strenge training geen overbodig vet en alle onnodige kleding werd afgelegd. In de Griekse Spelen werd vaak zelf naad deelgenomen aan de wedstrijd, er werd naad gecompeteerd. Vlees, en kleding werden afgelegd als elke last die de wedloop hinderde. De afstanden die werden afgelegd, varieerden. De meest normale was de afstand tussen het beginpunt en het doel. Soms werd deze afstand verdubbeld, waardoor de wedloop eindigde waar het was begonnen. Soms is de wedloop een nog langere afstand van 7, 12, 20 en zelfs 24 maal. De lengte van het stadion. Dit kunt u zich voorstellen. vereiste grote inspanningen en ze een tol op de krachten van de mensen. De renners werden daarom aangemoedigd om met volharding te rennen. Beste kijkers en luisteraars. Van alle Griekse en Romeinse spelen waren de wetlopen de oudste en meest gewaardeerde. Ze werden bijgewoond door koningen, Edelen. ...en staatslieden. Rijke jonge van stand namen eraan deel en deinsden niet terug... ...voor enige inspanning of zelfdiscipline om de prijs te behalen. De wedstrijden waren gebonden aan strenge voorschriften waaraan men zich niet kon onttrekken. Degene die zich als mededingers naar de prijs wilden laten inschrijven moesten zich eerst aan een strenge, voorbereidende training onderwerpen. Het toegeven aan begeerten die nadelig zouden zijn, of aan iets dat de geestelijke of lichamelijke kracht zou doen verminderen, was streng verboden. Iemand die bij deze kracht- en snelheidsmeting enige hoop op succes koesterde, moest sterk en lenig zijn. En zijn zenuwen goed kunnen beheersen. Iedere beweging moest zeker, iedere stap snel en doelmatig zijn. De lichamelijke krachten moesten aan het hoogste doel beantwoorden. Beste kijkers en luisteraars, wanneer de deelnemers aan zo'n wedloop voor de wachtende menigte verschenen, werden hun namen afgeroepen. En de regels van de wedloop werden duidelijk aangegeven. Daarna starten allen tegelijk terwijl de onafgebroken belangstelling van de toeschouwers ze aandreef tot het behalen van de overwinning. De juryleden hadden zich bij het einddoel geplaatst zodat ze de wedloop vanaf het begin tot het einde konden gadeslaan en de prijs konden uitreiken. Aan de rechtmatige winnaar. Indien iemand als eerste het doel bereikte, door zich op ongeoorloofde wijze te bevoordelen, werd hem de prijs niet toegekend. Nou, bij deze wedstrijden werden grote risico's genomen. Sommigen kwamen deze ontzettende lichamelijke inspanning. Nooit meer te boven. Het gebeurde niet zelden dat mannen gedurende de wedloop kwamen te vallen bloedend uit neus en mond en soms viel een deelnemer zelfs dood neer wanneer hij op het punt stond de prijs te winnen. Maar toch beschouwde men deze gevaarlijke kans op levenslang letsel of zelfs op de dood niet als een te groot risico tegenover de ere die de succesvolle deelnemer te beurt viel. Geroepen tot een hoger niveau is het hoofdstuk uit het boek van Jeruzalem tot Rome, waar deze aanhaling uit komt. De schrijver van het boek Hebreeën die begint eigenlijk in hoofdstuk 11... Door aan te geven dat wij een gewichtige geschiedenis hebben. We zijn niet zomaar. Ons voorgeslag is bijzonder geweest. Denk aan rechtvaardige en gelovige mannen als Abel, als Henoch, als Noach, als Abraham, als Isaac, als Jacob, maar ook vrouwen zoals Sarah, Rachab en vele anderen. Ze zijn allen opgenomen in de hall of faith van Jezus Christus. Mensen die hebben gestaan voor God. Mensen die een staanvastig geloof hebben gehad. Dit is de eerste groep van getuigen. En als ons zo een voorgeslag heeft gestaan en dit geloof heeft gehad, moeten wij dat ook hebben. De andere getuigen zijn de mensen om ons heen. De mensen in de wereld. Voor ons, die geloven, kijken deze mensen naar ons. Ze letten op hoe wij ons geloof uitdragen. De vraag is, wat doen we? En hoe leven wij? De schrijver van Hebraïus zegt ons, laten wij nu, nu we dan zo'n wolk van getuigen om ons heen hebben, laten we afleggen elke last en zonde. Elke last en zonde. Een so, ander item. Een specifieke soort last. Elke last, vooral de zonde die ons bezighoudt. Het kan ook zijn een identificatie van gewicht, de belasting van de zonde. Elke last en zonde dienen wij af te leggen. Nou, de vraag is: wat voor soort lasten hebben wij? Wat voor soort hibis? Nou, u bent de beste om daar antwoord op te geven, maar ik wil enkele. Aan die voorstellen. In de eerste plaats de Oroguintis. We naderen het eind van het jaar en we kijken terug. Wat, wat zijn dingen die we hebben? Er zijn mensen die vaak zeggen: Na Somi Tanta, zo ben ik, ik kan niet veranderen. Maar ook mijn ervaringen in het gezin waarin ik ben opgegroeid. Mijn ouders hebben me niet goed opgevoed. Of, of dit is iets dat ik heb meegekregen van huis uit, ik kan er niets aan doen. Of de mensen in de kerk, mensen in mijn omgeving, mensen aan het werk die me pijn hebben gedaan. Het kan niet anders zijn. Of de persoon, vriend, vriendin, man, vrouw, familielid, die je tegenhoudt om te zijn wat je moet zijn. De Bijbel praat niet alleen over last, maar praat ook over zonde. En je hebt zonde, bewuste zonde die je doet. Maar er is ook, en dat is dus een bewust overtreden van Gods geboden. Maar je hebt ook zonde van omissie. Dingen die we weten dat we moeten doen en nalaten te doen. De Bijbel zegt ons, als we weten goed te doen en dat niet doen, dan is het zonde. Mijn beste kijkers en luisteraars, zijn er dingen in uw leven, dingen die we moeten doen, die we zouden moeten doen en we laten die na? Het goede dat ik zou moeten doen, dat ik nala. U kunt daar zelf invullen welke dingen er zijn in uw leven, dat u doet. Wat verkeerd is, of dat u nalaat te doen wat u wel zou moeten doen. In de brief aan de Hebreeën wordt de oprechte bedoelingen aangeduid die de wetloop van de Christen om het eeuwig leven zal kenmerken. Het zegt laat ons afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. En laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en volende desgeloos. Nijd en afgunst, boosaardigheid, achterdocht, kwaadsprekerij, hebzucht. Van al deze lasten moeten wij ons ontdoen, indien wij de loop om de onvergankelijke kroon, de onvergankelijke prijs, met succes willen afleggen. Iedere gewoonte of iedere handeling die tot zonde leidt, Moeten we laten varen, hoe groot dat offer ook zij. En ik wil u zeggen, beste kijkers en luisteraars, Gods zegen kan niet rusten op iemand die de eeuwige grondbeginselen van gerechtigheid schendt. Het koesteren van één enkele zonde is voldoende om ontaarding van ons karakter teweeg te brengen en om anderen te misleiden. Nou, Jezus zei het een beetje scherp. Het zei: indien die uw hand u tot de zonde verleidt, hou haar af. Het is beter dat gij vermengd ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart in het onuitblusbare vuur. En indien uw voet u tot zonde zal verleiden, hou hem af. Het is beter dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt. Lezen we Marcus 9, vers 43 tot 45. Uiteraard gebruikte Jezus daar hyperbool, maar hij gaf aan. Hoe belangrijk het is om af te leggen datgene wat ons zou tegenhouden om de hemel binnen te komen. Als de voet of de hand zou moeten worden afgehouden en het oog uitgerukt om het lichaam van de dood te redden, met hoeveel te meer ernst moeten wij, in het bijzondere christenen, dan hun zonde wegdoen die de dood van de ziel kunnen veroorzaken? Beste kijkers, beste luisteraars. De vraag die we ons kunnen stellen is: hoe moeten wij de wedloop lopen? Let wel, de loop ligt voor ons. Dus we kunnen niet naar achteren lopen, nog naar achteren kijken. Want als de wedloop, als de loop voor ons ligt, dan dienen we naar voren te kijken. De eerste manier waarop we de wedloop moeten lopen, zegt de Bijbel: is met volharding. Met volharding. We moeten Blijven volhouden. De tweede manier is door alleen naar Jezus te kijken. Naar Jezus alleen. Mensen gaan proberen ons af te houden daarvan. En ons allerlei dingen te zeggen. Maar we moeten ons oog alleen gericht houden op Jezus. De apostel Paulus neemt daar even wat tijd om uit te leggen wie Jezus was. En hij beschrijft Jezus als volgt. Hij zegt: Hij is de leidsman. En voleinder van ons geloof. Hij is met ons in die loop. Door middel van de Heilige Geest. Maar hij staat ook daar aan het eind van de weg. Met de prijs in zijn hand. Hij is natuurlijk almachtig en alomtegenwoordig. Hij heeft zich ook dingen ontzegd. Zegt Paulus om de vreugde die voor hem lag. Hij heeft zijn goddelijkheid ontzegd, Filipijnse 2. Hij heeft het doel en de vreugde die voor hem lagen voor ogen gehouden. Dus Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven. Hij had een doel en is daarop afgegaan. Hij heeft dingen afgelegd. Hij heeft het kruis op zich genomen. En dat is wat een discipel van Christus ook gevraagd wordt te doen. En wat is er nu? Hij heeft de prijs ontvangen. Hij is gezeten aan de rechterzijde gods. Wij zijn ook beloofd om als koningen en priesters te heersen met hem. Degene die de wedloop met volharding afleggen. Zo zegt hij: vestig je aandacht op hem. Beste kijkers en luisteraars, ons succes in deze wereld, ons succes in de tijd die voor ons ligt, ons succes voor het bereiken van het doel, het winnen van de prijs, is ons geloof, onze hoop te vestigen op Christus. Wanneer de winnaar het doel bereikte, werd de lucht vervuld van het applaus van de enorme menigte van toeschouwers. En weer klonken de echo's vanuit de omliggende heuvels en bergen. Voor de ogen van alle toeschouwers bouwde hem de symbolen van overwinning aan. Het was een lauwerkrans krans en een palmtak in zijn rechterhand. Zijn lof werd door het gehele land bezongen, zijn ouders deelden in de eer, en zelfs de stad waarin hij woonde werd in hoog aanzien gehouden, omdat een zo voortreffelijk atleet uit haar... Was voortgekomen. Beste kijkers en luisteraars, mijn oproep voor u aan u vandaag is de volgende: we zijn allemaal in een wedloop. We hebben allemaal een weg af te leggen. Deze weg kunnen we kiezen af te leggen met Jezus. En als u Jezus heeft aangenomen, heeft u zich ingeschreven voor deze wedloop, voor deze marathon. Het mooie is dat anders dan de aardse wedlopen, anders dan de aardse marathon, kunnen wij allen winnaars zijn. Het enige wat we moeten doen is afleggen alles, elke last die ons zou tegenhouden. Afleggen elke zonde en dan met volharding lopen en ons oog gericht houden op Jezus. Vandaag moet ik u aan, te midden van alle omstandigheden om ons heen in Suriname en in de wereld, om door te gaan. Hoeveel van u zou een winnaar willen zijn in deze wedloop? Ik wil dat zeker zijn. U toch ook? Ik wil met u bidden dat we God mogen vragen dat wij allen met succes deze wedloop mogen afleggen. Laat ons bidden. Heer, onze God, we danken u dat u niet slechts onze leidsman bent, maar ook de voleinder van ons geloof. Dat u, Heer, ook een wedloop heeft afgelegd met succes. U heeft afgelegd wat afgelegd moest worden, omdat u een doel voor ogen had, Heer. U bent mens geworden om het doel te bereiken en dat is om ons als mensen te redden. U bent naar het kruis gegaan. U heeft dat getrotseerd, omdat u een doel had. Doel was ons in de gelegenheid te stellen: om als wij naar u kijken, als wij onze aandacht op u vestigen, als wij ons geloof en onze hoop op u vestigen, als we onze ogen op u vestigen, dat ook wij, Heer, overwinnaars kunnen zijn. Die prijs behalen. En uiteindelijk eindelijk ook met u gezeten te zijn in hemelse gewesten. Zo Heer, we danken u dat u dat voor ons heeft gedaan. En we bidden dat u ons wil helpen om te volharden. Om af te leggen elke last. Af te leggen elke zonde. En ons oog slechts te vestigen op u. Ik bid dat dat ons streven mag zijn. In Jezus naam. Amen.